allemaal vriendjes reuze blij. Snuffy, Knorretje en Boris Beer. Kijk, ook Betje is er weer. Lekker buiten, iedereen. Niemand blijft alleen. Lijntje, een lief klein konijntje. Lijntje, een pinker konijntje. Lijntje, knuffel konijntje. Nijntje is ziek. Nijntje, Nijntje, roept moeder Pluis. Het is tijd om op te staan, de zon schijnt. Maar Nijntje staat niet op. Moeder roept nog eens. Nijntje, het is tijd om op te staan. Moeder Pluis loopt Nijntjes kamer binnen en ziet meteen dat Nijntje zich niet goed voelt. Ze voelt aan Nijntjes voorhoofd. Ik denk dat je koorts hebt, Nijntje. Ik ga je temperatuur opnemen. Ze haalt een thermometer en stopt die onder Nijntjes arm. Moeder Pluis kijkt op de thermometer. Oh, lieve Nijntje, je hebt koorts. Nijntje zucht. Oh, moeder, ik heb het warm en koud tegelijk. Ja, zegt moeder, dat komt omdat je koorts hebt. Ik haal een extra deken voor je en ook een beetje water. Als je koorts hebt, moet je veel drinken. En ik zal je ontbijt op bed brengen. Heb je daar zin in? Ik heb helemaal geen honger, zegt Nijntje. Als je geen honger hebt, dan heb je zeker de griep. Wie zou daar zo vroeg zijn? Zegt Nijntjes moeder. Ze loopt naar de deur. Het is Aagje, de vriendin van Nijntje. Kan Nijntje buiten komen spelen, mevrouw Pluis? Vraagt ze. Dat is een leuk idee, Aagje, zegt moeder Pluis. Maar Nijntje ligt nog in bed. Ze heeft koorts. Hopelijk voelt ze zich morgen weer wat beter. Later gaat opnieuw de bel. Moeder Pluis doet de deur open en daar staan Boris en Barbara Beer. Ze willen ook op bezoek bij Nijntje. Maar Nijntje ligt nog steeds in bed. Griep is besmettelijk, Boris en Barbara, zegt moeder Pluis. Jullie kunnen nu niet op bezoek komen. Boris en Barbara lopen bedroefd weg. Moeder kijkt om het hoekje van Nijntjes kamer en ziet dat ze nog steeds slaapt. Dan gaat opnieuw de bel. Wie kan het deze keer zijn? Zegt moeder. Moeder Pluis doet de deur open. Daar staan Boris, Barbara en ook Aagje weer. Jullie weten toch dat Nijntje ziek is? Waarom zijn jullie teruggekomen? We hebben iets meegenomen voor Nijntje, roepen ze in koor. We willen dat ze snel beter wordt. We hebben fruit gekocht. Appels, druiven en tomaten. Dankjewel, zegt moeder Pluis. Fruit is gezond. Ik zal het meteen naar haar toe brengen. Moeder Pluis brengt het fruit naar Nijntje, die maar wat blij is met zulke lieve vriendjes. Ze eet meteen een appel op. Heerlijk. Nijntje voelt zich al een stukje beter. En inderdaad, de volgende ochtend voelt ze zich veel beter. En snel kan ze weer buiten spelen met haar vriendjes. Mijn stoeltje is versierd, riep Nijntje. Net de bloemen van mijn jurk. Wat leuk! En naast de stoel lagen drie pakjes. Zijn die voor mij? Vroeg
vroeg Nijntje. Wat spannend,